Beste mensen, 2020 is nog erg jong. We zitten nog maar tegen eind januari. En heel veel van jullie hebben hun droom of hun goede voornemens al opgegeven. Op zich is dat niet verwonderlijk. Want goede voornemens zijn korte termijn voornemens. En wanneer je daar niet je energie in stopt, dan zijn die voornemens ook weer heel snel verdwenen. Maar vandaag wil ik te stilstaan bij hoe het komt dat we onze concentratie verliezen om onze droom of ons project voor 2020, om dat waar te maken. Hoe komt dat dat we de concentratie erop verliezen? Er zijn een aantal oorzaken kunnen daar aan de grondslag liggen. Dus een concentratieprobleem kan voorkomen omdat er een aandoening is. Doordat je last hebt bijvoorbeeld van een depressie of doordat je lijdt aan geheugenverlies. Maar het kan ook zijn, en dat is helemaal niet zo vreemd in deze tijd, dat je gewoon er niet aan toe komt doordat er te veel afleiding, te veel prikkels in je omgeving zijn. Je bent te veel aan het multitasken. En het zou kunnen zijn, maar daar kun je snel achter komen, dat je niet kunt concentreren omdat er gebrek is aan bepaalde mineralen, bepaald vitamine tekort. Maar het belangrijkste is, waardoor mensen niet toekomen aan de realisering van hun droom, van hun project, en zeker hun project voor dit jaar, is dat je leidt aan stress. En stress kan om allerlei redenen ontstaan. Het kan voortkomen uit drukte om je heen. Het kan natuurlijk ook te maken hebben met vermoeidheid, met relatieproblemen. Allerlei thema's kunnen daaraan te grondslag liggen. Het is wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Want wanneer de stress te groot is, en ik praat vanuit ervaring, ik heb heel veel last gehad van stress, dan merk ik, en dat iemand wees me daarop en attendeerde me daar haarscherp op, dan verlies je ook je energie. Dan glipt de dag als het ware, door je vingers heen. Daarom is het belangrijk om er wel bij stil te staan, aandacht eraan te besteden en als het mogelijk is ook er wat aan te doen. Maar, niets is zo mooi als in 2020 te werken met jouw passie en jouw project. Ik hoor jou denken, passie? Ik weet echt niet waar ik over gepassioneerd ben. Waar loop ik nou warm voor? Ik heb geen idee. Zou dat wel een goede vraag zijn? Waar loop jij in je leven warm voor? Sommigen zeggen, ja, maar ik heb het gevoel dat ik over veel meer kwaliteiten beschik. Maar hoe krijg ik die nou duidelijk? Wat zijn mijn kwaliteiten? Misschien zijn een aantal van de kwaliteiten die je denkt te hebben ondergesneeuwd of op de achtergrond verdwenen. Misschien word je in je werk alleen maar uitgedaagd om één bepaalde kwaliteit te gebruiken. Dat zou jammer zijn. Zeker wanneer je beseft dat je veel meer kwaliteiten hebt. Maar het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat de tijd begint te dringen. Want waar moet ik beginnen wanneer ik denk aan mijn passie met betrekking tot mijn project? Ga voor jezelf nu eens heel goed na. Waar loop jij warm voor? Waar word je blij van? Welke kwaliteit heb je allemaal in huis? En dat zijn er veel meer dan je ogenschijnlijk kunt benoemen. Je kunt op internet prachtige testen vinden rondom kwaliteit, rondom kernkwaliteiten. Als je nou twijfelt of je draait in een cirkeltje rond, je komt niet verder dan ik ben goed en dood, ik ben goed en dood, maar je komt niet verder, dan zou je zo'n test kunnen doen om te zien welke kwaliteiten jij nog meer hebt. Maar lieve mensen, waar we het vandaag vooral over gaan hebben is de 4 stappen met betrekking tot het project. Ik noem ze even: je passie, je missie, je roeping en je beroep. Opnieuw begin ik met je passie. Waar hou jij van? Toen ik voor mezelf er bezig was, ik heb daar een artikel over geschreven, wat ik morgen ga publiceren op Facebook en op LinkedIn
en op een aantal andere sites, dus je kunt het sowieso rustig nalezen. Maar toen was ik verbaasd toen ik heel spontaan voor mezelf opschreef: ik hou ervan om met mensen te praten, stil te staan bij filosofische thema's, problemen van menselijke aard doorgronden. Maar ook genieten met vrienden, lekker eten, zinvol bezig zijn. Maar ook schaterlachen, werk in mijn tuin. Dingen ontwerpen, ook voor de tuin, maar soms vind ik het ook leuk om te experimenteren met voeding. Dus in die keuken bezig te zijn. Maar we zitten hier in zo'n mooie omgeving die me ook uitdaagt om af en toe een kleine excursie te doen. Die hoeft niet veel geld te kosten. Je kunt naar een andere plaats in de regio gaan, daar een wandeling maken of wandelen in de prachtige natuur hier. Kijk eens hoeveel plekjes er in jouw omgeving zijn waar je gewoon nog nooit geweest bent. Misschien is dat voor jou ook een uitdaging. Dus waar hou je van? Maak eens een lijst, een uitputtende lijst waar jij allemaal van houdt. En kijk dan eens of je, als je die lijst gemaakt hebt en je loopt de lijst nog eens na, wat je dan opvalt. Misschien is er iets wat er uitspringt. En met je missie, als ik die stap ga maken, dan is eigenlijk de vraag: wat heeft de wereld nodig? En dat bedoel ik niet het heel het groot. Vrede, natuurlijk heeft de wereld vrede nodig. Maar wat heeft de wereld van jou nodig? Dus welke kwaliteiten kun jij inzetten ten gunste van de wereld? Ik ben ervan overtuigd. Mensen die hier geweest zijn, mensen die cursussen gevolgd hebben, mensen die opleidingen bij mij gevolgd hebben de afgelopen 30 jaar. En dan hebben we het echt over honderden mensen die de revue gepasseerd zijn. Die mensen zijn allemaal geraakt in hun kern, omdat de kwaliteit waarmee ze wilden werken op de voorgrond is komen staan. Een heel aantal van hen zijn coach, counselor geworden. Anderen hebben zich meer en meer gespecialiseerd in een specifieke kwaliteit van hen, die nog duidelijker naar voren kwam. Maar wat heeft de wereld nodig, wat zij kunnen geven? Dat is natuurlijk als je mensen bij hun kracht brengt. Als je mensen bij hun kwaliteiten brengt. Als je mensen in de diepste kern de beste versie van zichzelf laat zijn, dan gaat de wereld mooier worden. Want je moet je eens voorstellen hoeveel positieve energie er vrijkomt wanneer jij dat doet wat je heel graag doet. En je hebt daarmee tegelijkertijd een groot cadeau, een grote uitdaging naar de wereld. Je biedt de wereld wat aan. Heel veel jaren geleden las ik eens een artikel en in dat artikel stond deze opmerking. Als vandaag iedereen thuis zou blijven van het werk die niet zingend en fluitend naar zijn werk gaat, dan zou onze economie instorten. Maar dat betekent dat onze economie drijft op een aantal krachten die eigenlijk niet helemaal zinvol zijn. Je hoort ook mensen als praten, hè? Ik heb een maandagauto of ik heb een vrijdagmiddagauto. Daarmee geven ze aan, er zijn concentratieproblemen geweest of men moest nog opstarten in die week, waardoor ik nu met de problemen zit aan de wagen. Is niet helemaal afgewerkt. Maar stel je nou eens voor dat jij het werk doet vanuit je hart. Dat jij werkelijk zingend en fluitend naar je werk gaat. Wat brengt dat niet teweeg en wat voor energie brengt dat niet teweeg in de organisatie? En wat gaat dat betekenen naar die nieuwe wereld? De nieuwe wereld die we met elkaar aan het creëren zijn. Dan zou je vervolgens jezelf de vraag kunnen stellen. Je hebt nu een heel aantal kwaliteiten, dus je weet waar je passie ligt. Je weet wat je vanuit die passie aan de wereld kunt geven, wat de wereld nodig heeft. Maar nu kom je bij de vraag: waarmee kun jij je geld verdienen? Dus kijk eens opnieuw naar die kwaliteiten. Waarmee kun jij dan je geld verdienen? Ik hoorde onlangs van een vriendin van me, die hier ook in de Dordogne woont, die een hele slechte periode achter de rug had. Ze was gescheiden, ze woonde hier, weinig geld, maar ze genoot ervan om te koken voor mensen.
En een van haar kwaliteiten was mensen verrassen, lekker kunnen koken, het mooi kunnen presenteren. En waarmee verdiende ze nu haar geld, want ze had gewoon absoluut geen geld, dat waren leuke maaltijden klaarmaken. En ze had zoiets van table d'hôte, noemen we dat in Frankrijk. Dus dan kun je bij mensen komen eten tegen betaling. Je kunt niet zeggen dat wil ik en dat wil ik. Nee, dat is dan één gerecht. Of één gerecht, dat is één menu wat samengesteld wordt voor jou. Zo heeft zij een paar jaar overleefd. Door gewoon in de grote periodes dat hier heel veel gasten, heel veel toeristen zijn, om table d'hôte te doen. Maar misschien heb jij iets anders, een hobby, waarmee je denkt, hé, daar zou ik ook wat geld mee kunnen verdienen. Ik ontmoette een aantal jaren geleden iemand die een licht gehandicapt was en een kleine uitkering had waarmee hij eigenlijk niet helemaal rond kon komen. Maar hij woonde in de natuur, een heel simpel klein huisje, en hij was dol op hout bewerken. Wat doet die persoon? Om een stukje aanvulling te krijgen voor het weinige wat hij had, ging hij vogelhuisjes maken in allerlei vormen. En die verkocht hij op plaatselijke markten. Maar dat liep zo geweldig, dat ja, hij kreeg een beetje moeite. Want het kwam ook terug bij de belasting van, hé meneer, u hebt afgelopen week, hebben we gemerkt, hoe ze dat gemerkt hebben, weet ik niet, hebt u 50 vogelhuisjes verkocht. U moet die inkomsten wel opgeven. Oké, dat is hij gaan doen. Maar hij heeft dus ook weer opnieuw vanuit zijn passie, van wat hij graag doet, heeft hij geld weten te verdienen. Dus dat is voor jezelf heel belangrijk, die vraag stellen. Kijkend naar je kwaliteiten, hoe kun je die kwaliteiten omzetten in geld verdienen? En dan kun je bij de vraag, waar ben jij goed in? Dus waar ben jij goed in? Dan worden de kwaliteiten nog specifieker gemaakt. En ik ben daar zelf ook een tijdje mee bezig geweest. En ik merk dat ik goed ben in eigenlijk in doseren, in lesgeven. In moeilijke thema's toegankelijk maken. In mensen trainen in nieuw gedrag. In mindset leren veranderen. Maar ook ben ik goed. En dat is niet altijd een dankbare taak. Ik ben ook heel goed in mensen confronteren met hun gedrag. En met wat ze doen met hun leven. Dus daar ligt een kwaliteit van me. Dus je kunt zeggen, waar ben je nou goed in? En dat is dus een van de kwaliteiten die je om kunt zetten om ook geld te verdienen. En dan merk ik dat ik werken met tekening, analyse, counseling, coachgesprekken, dat me heel erg aan mijn hart ligt. Ik ga je een stapje verder helpen. In deze video wil ik met jou een geleide meditatie doen om stil te staan nu bij deze vier aspecten. Je passie, je missie, je roeping en je beroep. En voordat we daaraan gaan beginnen, is het dus wel even belangrijk dat je zicht hebt. Hoe komt het dat ik dus niet bezig ben met mijn nieuwe project in 2020, of het realiseren van mijn droom, waar komen die concentratieproblemen vandaan? Want nogmaals, als de stress te groot is, dan heb je geen aandacht voor jouw project. Dan kun je nog zoveel dingen voornemen in het nieuwe jaar. Daar komt niets van terecht. Je zult daar eerst iets aan moeten doen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon tijdelijk last hebt van vitaminegebrek. Nou, dan kan een aanvullende vitaminekuur zou jou kunnen helpen om in ieder geval je concentratieprobleem aan te pakken. Maar het kan ook zijn dat je te veel met social media bezig bent. En als je te veel met social media bezig bent, dan betekent dat wel dat je je aandacht versnippert. En die aandacht die je alsmaar gebruikt om op Facebook te zitten, op LinkedIn of weet ik veel wat, op Tinder of wat dan ook. Want ik hoor ook heel wat dingen zo voorbij gaan. Denk van, oh ja, dat bestaat ook nog. Daar kun je jezelf in verliezen. Ik heb zelf gemerkt, want ik ben actief wel op Facebook, maar ik neem elke dag een paar momenten om daar mee te werken. En daarna te kijken op de antwoorden, te reageren op berichten, af en toe een bericht te plaatsen. Maar ik werk ook aan mijn artikelen, ben ik ook aan het studeren en hoe ik het artikel vorm moet geven.
Want zou ik constant die telefoon onder handbereik hebben, dan word je gek van... Ik zet het getingel trouwens ook af, waardoor ik niet hoor dat de boodschappen binnenkomen. En het kan gebeuren dat ik zo intensief me vastgebeten heb in mijn artikel en in mijn studie rondom dat artikel, dat ik de hele dag de social media totaal niet gebruikt heb. Dus dat helpt mij in ieder geval om daar geen concentratielek op te krijgen. Want je bent, voor je het in de gaten hebt, ben je een uur verder. En dus het belangrijke is dat je bij de problemen, of de oorzaken die de concentratieproblemen veroorzaken, het is wel belangrijk dat je daarbij stilstaat. En nogmaals, stress, drukte, vermoeidheid, relatieproblemen of wat dan ook, dat is niet altijd meteen op te lossen, maar het is wel belangrijk dat je er aandacht aan geeft. Anders kun je werkelijk niet bezig zijn met jouw nieuwe project. Nou, genoeg informatie. Je kunt alles dus rustig nalezen in het artikel dat morgen op Facebook, op LinkedIn en op verschillende pagina's verschijnt. Ik wil met jou nu gaan naar een visualisatie. Daarvoor is het belangrijk dat je even heel bewust in- en uitademt. Dus adem in door je neus. En adem uit door je mond. Adem in door je neus. Adem uit door je mond. Doe dat rustig een paar keer voor jezelf. En als het voor jou goed voelt, sluit je je ogen of je kijkt naar een punt voor je op de grond. En ga nu met mij eens mee. Stel je eens voor, je kunt het gewoon jezelf ter plekke verbeelden, dat je in een prachtige kamer bent. Een kamer die heel fijn, heel gemoedelijk voor jou uitziet. Heel warm, een warme sfeer. En op die kamer, of in die kamer moet ik zeggen, zie je vier deuren. Er komen vier deuren in de kamer uit. Die deuren hebben een nummer. Maar ze hebben ook een kleur. Kijk eens naar deur 1. Welke kleur heeft deur 1? Loop naar die deur, open die deur en tot je verbazing zie je daar iemand zitten die jou heel goed kent, die jou ook al heel lang kent. En die persoon stelt je maar één vraag. Waar hou je van? Ik weet dat je van veel dingen houdt, maar vertel het me nog eens. Waar hou je van? En vertel tegen die persoon wat in je opkomt, waar jij van houdt. Laat alles wat er in je is naar boven komen en benoem dat tegen die persoon die jou zo goed kent. Misschien stelt u nog een vraag, maar weet je niet, dat is toch ook iets waar je heel erg van houdt? Dat heb ik je ook ooit zien doen. Misschien krijg je nog wat aanreikingen. Waar hou je van? Als je uitgepraat bent, krijg je van die persoon die jou zo goed kent, een heel klein symbooltje aangereikt. Pak het maar aan. Bekijk het goed en neem het mee. Je sluit deur 1 en je staat nu voor deur 2. Kijk maar wat voor kleur die deur heeft. Doe de deur maar open. En daar zit een heel belangrijk iemand van de wereld.
Wie dat is, dat zie je zelf het beste. Het kan een regeringsleider zijn. Het kan iemand zijn die het lot van de wereld zich heel erg aantrekt. Het is iemand, het kan een beroemdheid zijn, maar het is iemand ook die je kent. Misschien van tv, misschien van verhalen die je over die persoon gelezen hebt. En deze persoon vindt het boeiend om van jou te horen waar wat de wereld nodig heeft. Vertel eens tegen die persoon. Wat heeft de wereld nodig van jou, dus en door jouw werk, door jouw daden, door wat jij doet, wat heeft de wereld dan nodig? En ook deze persoon stelt misschien een vraag. Moedig je aan. Wat heeft de wereld nodig? En ook deze persoon geeft je tenslotte een klein symbool als afscheid. Je verlaat de kamer, trekt de deur achter je dicht. En je staat nu voor deur 3. Kijk maar wat voor kleur deze deur heeft. Open de deur. En daar zit de stripfiguur. Een stripfiguur, iemand die enorm rijk is, die werkelijk over schatten beschikt. Kisten vol met goud. En die stelt jou de vraag. Waarmee kun jij je geld verdienen? Denk dan opnieuw even terug aan je kwaliteiten. Aan dat wat je aan de wereld wil geven. En waarmee kun jij je geld verdienen? En ben niet bescheiden. Noem eens op waar je allemaal mee je geld kunt verdienen. Misschien krijg je nog een reactie terug, een vraag. Oh, daar kun je veel meer voor vragen. Doe niet zo bescheiden. Dus de persoon daagt je uit om werkelijk stil te staan bij waarmee jij jouw geld kunt verdienen. En ook deze stripfiguur of sprookjesfiguur geeft je een symbool. Maar het symbool dat die geeft is een gouden munt. En die gouden munt herinnert je eraan dat je werkelijk goud kunt vragen voor jouw kwaliteiten. En je mag ook deze ruimte verlaten. Je trekt de deur achter je dicht. En je staat nu voor de vierde deur. Kijk naar de kleur. De kleur van de deur. Open de deur. En daar zit een beroepskeuzeadviseur. En deze beroepskeuzeadviseur die stelt je de volgende vraag. Waar ben je goed in? Je hebt straks al bij de eerste kamer al verteld waar je van houdt. En je hebt ook al duidelijk voor jezelf wat de wereld nodig heeft. En waar je geld mee kunt verdienen. Maar waar ben je goed in? En vertel eens waar jij goed in bent. Want dat zou wel eens het beroep van jou kunnen worden. Het beroep dat je dit jaar meer en meer vorm gaat geven. En wat past binnen het project wat jij vorm wil gaan geven in 2020? Waar ben je goed in? En natuurlijk zal de beroepskeuzeadviseur af en toe jou een vraag stellen over het beroep dat je noemt. Om te voelen, misschien ook een beetje om te triggeren, of het ook klopt dat jij de juiste keuze gemaakt hebt voor het beroep. Waar jij voor kiest, waar jij voor wil staan.
En als afscheid, geef deze beroepskeuzeadviseur jou een diploma, een soort certificaat, waar keurig in prachtige, sierlijke letters staat, jouw nieuwe beroep. Neem dat mee. Sluit de deur achter je. En je staat nu in die mooie kamer met 4 symbolen. Weet je het nog? Het eerste symbool wat je gekregen hebt, en die kennis die heel veel van jou weet, en waar je verteld hebt waar je van houdt. Het tweede symbool van die wereldleider of die geïnspireerde persoon die heel veel van de wereld weet en waar jij verteld hebt wat de wereld nodig heeft. Dan die derde persoon, misschien een beetje sprookjesachtige figuur, die jou die gouden munt meegaf. En eigenlijk tegen jou zei, verkoop je kwaliteiten op niveau. Doe het niet onder de maat. En tenslotte kijk je naar het vierde symbool, het prachtige certificaat met jouw nieuwe beroep erop. Misschien kun je voor jezelf komende periode bij deze 4 symbolen stilstaan, zodat je je nog meer kunt concentreren op het project in 2020. En opnieuw gaan we terug naar onze ademhaling. Adem bewust duidelijk in via je neus. Uit via je mond. Doe dat nog een keer. In via je neus. Uit via je mond. En bij tel 3 open je ogen en zeg je tegen jezelf van binnenuit, ik ga ervoor. 1, 2, 3. Kom helemaal terug in het hier en nu en zeg tegen jezelf, met de hand op je hart, ik ga ervoor. Herhaal het eventueel nog een keer voor jezelf. Ik ga ervoor. Je weet waar je nu voor staat. Vanaf morgen kun je dus op de website, op Facebook of op LinkedIn of een van de andere sites het artikel lezen wat begint dus de concentratieproblemen die mensen hebben waardoor ze wegglijden van hun project of hun droom voor 2020. Je kunt het nog eens rustig nalezen en je zou deze visualisatie, als die voor jou sterk genoeg is, eventueel binnenkort nog eens kunnen herhalen. Ik wens je heel veel succes en wie weet gaan we elkaar wel ontmoeten in 2020 hier in Frankrijk. Dank je wel.